De bond bij de energiebedrijven Suriname belegt vanmiddag een algemene ledenvergadering om haar leden te informeren over de recente gesprekken met de regering. Dit bevestigt bondsvoorzitter Steve Geerlings in gesprek met de nieuwsdienst. De bond was vrijdag voor enkele uren in beraad omdat onderhandelingen met de directie waren vastgelopen. De acties bij de vakorganisatie werden nog dezelfde dag opgeschort. De leden willen onder andere dat de nieuwe loonreeksen van het personeel daadwerkelijk worden geïmplementeerd. We hebben gesproken in het weekend met de regering. En dat moet ik vanmiddag voorleggen aan de mensen. En is er voorlopig of al goed nieuws uit de bus gekomen? Ik kan nog niet zeggen. Ik moet naar de RC en ik antwoord geven daarop. Geerling zegt dat na het gesprek met de leden zij zullen uitkomen over de gemaakte afspraken. De EBS maakt in een persbericht bekend dat al haar afdelingen werken en alle diensten weer gegarandeerd zijn.